Italiano, oftewel het kleine Italiaanse windhondje. En wat zijn nu juist gebruikshonden? Gebruikshonden zijn honden die in het bezit zijn van een werkboekje en die dat dus nog een of andere taak hoogstwaarschijnlijk aan coursing doen, aangezien ik niet vermoed dat men met een piccolo maak- en verdedigingswerk gaat doen. Dan zien we hier dus onze eerste gebruikshond, de Bassefauve, de Bretagne. En dan hebben we onze standaard tekkel ruwhaar. En het zal u misschien wel verbazen dat zo'n kleine honden toch ook aan de jacht deelnemen. Maar elke jachthond is wel voor een specifieke manier van jagen ontwikkeld. Krijgen we de Piccolo Leviero Italiano. En eigenlijk was hij vooral populair als gezelschapshond in zijn ontstaansperiode. Maar hij is dan toch ook uitgegroeid. Gelukt. Poepidoepidoepidoep, poepidoep.